Stem-TV. Je luchtige politieke campagneoverzicht op je favoriete tv-zender YouTube met deze week... Heeft Melissa Ollongren het stemproces wel op orde? Ja, ik vind het wel een heel mooi, een heel fotogeniek gadget. Komen bij 1 en Code Oranje in de Kamer. En een nieuwe peiling. Hoe staan de partijen ervoor? Onderdeel ook nog van de campagne. Daar is die. En doen we alvast het formatiespel... Moet je kijken, dan heb je echt een poppetje aan gekkigheid en ben je er nog steeds niet. Nee. Dat kind. Even wat ANP-foto's tussendoor. Ja, een goedemiddag, morgen of avond. Welkom bij Stem TV 12. Joost Vullings is natuurlijk aanwezig. Marloes Lemsom ook. Meneer Wilders, heel kort. Nog maar een week te gaan. Oh. Gaf jij ook een knipoog? En, deed iets met je? Heel veel. En dus ook... Hey, hoe gaat het met je? Niet goed, maar ik ga proberen te doen, oké? Dus een beetje, als je wil zien, als ik ooit een kind zou kunnen krijgen als ik zwanger word, dan is dit een beetje de houding bij het uitroepen, denk ik. Ja, heel veel te bespreken in Stem TV 12, maar laten we maar eerst even... hij valt niet of nauwelijks op. Tada! Ja, kijk eens, 1,5 meter stempotlood. Ja, dat wil je natuurlijk. Ja, ik vind het wel een heel mooi, een heel fotogeniek gadget. 1,5 meter stempotlood. Zoek Marloes. Koek, koek. Joho! Hallo. Ja. Yeah. Ik kunt even laten zien misschien hoe je daarmee dan kan stemmen. Met dit potlood? Ja. Zullen we eens kijken? En dan heb je op de hele lijst gestemd. Ja, precies. Waar komt die potlood vandaan, dat potlood? Nou, deze hebben we gekregen van minister Ollongren. Echt waar? Ja, ik zo leuk vond als een van onze kijkers deze zou kunnen winnen. Oh, wat lief van haar. Kijk eens naar ons programma. Natuurlijk. Wow. We hebben gewoon hoog bezoek. Hallo, minister Ollongren. Gezellig dat je meekijkt. En wat goed is dat we zo'n rood stempotlood hebben. Wil je dat nou winnen? Ik kan me dat voorstellen. Zou jij het willen winnen? Ja, ja, toch. Ja, ik had rood potloden, dus lijkt me hartstikke gezellig. Ja hoor, daar is die. Nou. Ja. Goed, de prijsvraag. Hoeveel jongeren mogen er 17 maart voor het eerst stemmen? Raad eens. Zo de tering. Oeh, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Reageer hieronder dus en win het stempotlood. Straks volop aandacht voor dus de peilingen, de partijen, formatiespel. Maar eerst is het natuurlijk tijd voor kort maar krachtig campagnenieuws. Nog eentje? 1000 uur campagnevoerende politici op de tv, dus eerst maar eens even een compilatie. Derde aflevering van Gamen met Politici. Deze keer met Laurens Dassen, de lijsttrekker van Volt. Wat ik wel merk, dat veel jonge mensen wel echt klaar zijn met het huidige kapitalisme. Ik doe een beroep op haar, trek je terug, want dit is, dit is niet houdbaar. Of praat je nog wel met haar? Of je kon niet meer. Nou, het is natuurlijk eerlijk om te zeggen dat niet alles van een leien dakje gaat. In een campagne en ook niet in deze campagne. Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, om hier met 2 vrouwen te staan. Het hoort niet bijzonder te zijn, maar het is het toch een beetje. Had u eerder van mevrouw Kaag gehoord dat het functioneren niet optimaal was? Nee. Nee, maar daarom is het wel goed om even dat hier te bespreken. Op 21 maart komt er dus een televisieprogramma op de Nederlandse publieke omroep over bloot. Ik vind het wel ontspannend om soms in bed met je iPad een beetje van die filmpjes te kijken. Ik heb begrepen dat zelfs jouw schoenen vegan zijn. Ja. Nou. Laat eens eventjes zien. Zo? Vegan schoenen. Doe maar. Gisteravond, we nemen dit op vrijdag op, gebeurde er ook dit... En zij weten ook wel dat uw vriendin Joods is. Zometeen wordt u vader van Menachem of Sarah Baudet. En dan voel je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet. Ga jij een cherry? Dit is eigenlijk wat er altijd gebeurt. Maar u roept steeds dat de peilingen niet kloppen en wie weet. U staat nu op 3 zetels, maar misschien wordt het uiteindelijk wel 4. Die wil niet meer. Of 2. Wie zijn die hier nou? Of 1. Wat je erover moet zeggen. Het gaat nu ook alleen maar over dit fragment... in plaats van over wat een partij ergens van vindt. Of... Terwijl het interview was best wel inhoudelijk verder. Daar was verder weinig over te zeggen. Maar dit was zo hard. En wat ik er wel lastig aan vind... is als je dan iemand interviewt over dat hij of zij wellicht racistisch is... dat je dan iemand gaat aanvallen op een Joodse achtergrond... en op een Indisch bloed en dat soort dingen. Dat vind ik dan toch wel... Ja, ik denk misschien net de plank vooral misslaan. Ook dus vooral vrouw, kinderen, hele familie erbij halen. Niet heel chic, hè?
Nee, ik bedoel, vaak loopt hij weg, denk je van, nou, dat had niet gehoeven. Nee. Maar nu ik denk dat iedereen best lang bleef zitten. Als je zo beledigd wordt, dan snap ik wel dat je wegloopt, ja. Vorige week hebben we dus heel veel aandacht besteed aan de stemwijzers. En Marloes, die kwam dus even deze week nog iets tegen wat we hebben gemist. Ja? Kijk, zit je dus vast in je bubbel. Precies. Oh, ja. Nou, dit leek me ideaal. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die nu... Nou, een klein groepje vrienden hebben die ze nog een beetje zien door corona, maar verder ook niet. Ja. Vroeger kwam je op een verjaardag nog een verre oom tegen die iets stemde wat jij nooit zou stemmen. En dan kwam je nog eens met een andere mening in aanraking. En er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die gewoon maar stemmen wat hun vrienden stemmen of zo. Dus ik dacht, weet je het eigenlijk niet? En doe jij maar gewoon wat je ouders zeggen of wat je vrienden zeggen dat je moet stemmen? Ga dan even naar deze site. Ja, waarom kies jij? En daar kun je dus in gesprek met random mensen die daar ook op zitten, die ook even willen spreken met mensen met tegengestelde meningen. Breek uit je bubbel. Nou, best nuttig, toch? Ja, maar als dit dus veel te ingewikkeld is... is dit misschien ook nog gewoon wel echt een goed idee. Ik eet het bijna allemaal. Ook die pokeball bij GroenLinks. Ja, dit maar niet. Dit flesje niet meer. Maar weet je hoe dit heet? Ja, patatje oorlog. Nee. Dit is een frietje waterfiets. Dat meen je niet. We staan hier met de minister en een potlood dat op haar maat gemaakt is. Dat zie je. Ja. Bijna wel, ja. Niet één dag stemmen, maar 3 dagen stemmen. Ook nog via de post. Gaat dat allemaal wel goed? Marloes en ik gingen maar eens even bij de minister van Binnenlandse Zaken langs. Die verkiezingen gaan gewoon door. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ze zijn eigenlijk al bezig, want het briefstemmen is begonnen. Ouderen kunnen per brief stemmen, ja. Dat gebeurt nu al. Maar je ziet ook dat het soms valikant misgaat natuurlijk. Weet je, het is briefstemmen, het is nieuw. Hè? En je kan dan wel 70 plus zijn, maar het is iets wat mensen nog nooit hebben gedaan. Je moet het natuurlijk zo makkelijk mogelijk maken. Vandaar ook die uitleg erbij. Maar het is wel stemmen, dus het stemgeheim moet wel bewaard blijven. En daarom moet je stembiljet... in een envelop die je dichtplakt. Dat is het stemgeheim. En die dichte envelop, die stop je samen met je stempas in de andere envelop. En die moet op de brievenbus. Maar nu zijn er blijkbaar ook mensen die die eerste envelop gewoon in de brievenbus plempen en dan ja, dus eigenlijk niet gestemd hebben. Voor die mensen, als je dus thuis denkt, hé, maar hier ligt nog de antwoordenvelop. Ja, dan zou ik die mensen willen vragen, ga naar je gemeente, bel je gemeente op. En vraag of je nieuwe stembescheiden kan krijgen, want anders stelt je stem niet mee. Dus de conclusie is dat er nu dus al 10.000 stemmen zijn binnengekomen, of dus eigenlijk niet, die dus ongeldig zijn verklaard. Dus ja, het gaat niet echt lekker. Dit is best wel gewoon een dingetje, toch? Nou, dit zijn echt een hoop mensen. Ja. Maar zullen we nu alvast gewoon een hertelling aanvragen? Ja, precies. Dat is een goed idee. Bij hertelling. Deze, een hertelling. Gewoon, ik vind dat we de hele verkiezing gewoon opnieuw moeten doen. Nou, wat je zegt. Ja. Oh, maar even voor de goede orde, hè? Voor de goede orde nu? Weet je nog aan het begin van de rit dat jullie twee dachten dat de verkiezingen zouden worden uitgesteld? Ja, dat dachten wij inderdaad. Ja. En Joost, hebben wij het goed gedaan of hebben wij het goed gedaan? Hallo, ze zijn er niet. Nou, we hebben het wel door. De minister heeft het zichzelf gezegd, joh. Ja. Ja, sinds wanneer staat dat ergens voor? Kijk, hier zie je toch een verschil tussen politiek inzicht. Ja. En mensen die maar dit gewoon... Dit was weer het campagnecircus. Jawel. Oh. Woehoe! Yeah! Of je nu naar onze peiling kijkt of naar de andere, de trends die zijn hetzelfde. De VVD is de grootste, bij ons op 39 zetels. En daarnaast de concurrentie, hè, PVV en CDA, komt niet dichterbij. Ze staan op 21 en 17. Ja, en wie de grootste op links wordt... is niet te zeggen. Je ziet een kluitje van D66, GroenLinks, de SP en de Partij van de Arbeid. Die schommelen tussen de 10 en de 14 zetels. Ja, en een belangrijke ontwikkeling is de opkomst van nieuwe partijen. Ja 21 van Eertmans staat op 2 zetels. Maandag heb je nog bij Eén Vandaag een groot debat. En dan heb je het slotdebat bij de NOS. Wat steeds vaker blijkt, is dat mensen heel laat gaan kiezen. Dus die zweven heel lang. En sommige mensen beslissen eigenlijk pas als ze die wandeling maken naar het stemhokje. Dus als jij in die laatste 2 dagen van de campagne weet op te vallen, dan kan je, noem maar wat, als je GroenLinks bent, dan kan er nog wel 3 zetels in 1 keer bij komen. En wie wordt de grootste op links? Maar dit is een soort van wolkenkrabber. Ja. Dit zijn toch een beetje kleine huisjes. En dat is dan toch wel, of een klein vlechtje. Ja. Dat is toch wel pijnlijk. Ik ben ook wel benieuwd of het CDA nog het tij nog op de ene of andere manier toch nog mee kan krijgen. Want daar lijkt het niet op. Hoeveel ga je er dan op vooruit als je dat minimumloon verdient? Dat is de simpele vraag. Ja, en waar ik u eerlijk antwoord op geef, is dat je bij een 40-urige werkweek... Nee, maar 10%, dat getal, meneer Pauw, heb ik niet paraat. Wat ik kan vertellen... Het is er wel, maar u heeft het even niet in uw hoofd. Ik heb dat niet paraat, maar wat ik kan zeggen... En waar het hier gaat,
Maar Klaver zegt, het is nul, hè? Dat heeft u gehoord. En dat zegt u, dat is niet waar. Dan gaan we dat samen uitzoeken. Wat ik bezwaarlijk vind. Dan moet hij met u gaan uitzoeken wat er in uw verkiezingsprogramma staat. Ja, maar dan... Ik vind het ook zielig. Je gunt iemand ook... Nou, weet je, hij is natuurlijk als een soort van de Jezus van het CDA... is hij erop gezet van, hij gaat de grootste... hij gaat de partij de grootste maken. Ja, dit is de nieuwe Rutte. En dat lukt dus eigenlijk gewoon niet. En al die andere partijen plagen me ook een beetje mee... met dat hij soort van tweelingbroertje is van Mark Rutte... dus dat er weinig eigenheid in zit. Wie tot nu toe wel een paar verkiezingen al heeft gedaan... voor de Socialistische Partij, SP, en nog steeds niks heeft gewonnen... is Lilian Marijnissen. Heeft ze nog jokers in haar zak? Nee, jokers niet. Maar ik begreep wel dat 3/4 van Nederland... nog niet besloten heeft op wie ze gaat stemmen. Dus het wordt een hele, hele belangrijke week. En wat is dan dé manier om die mensen nog over te halen? Ja, dat weet ik niet. Nog zo'n laatste verkiezingsdebat straks, of verkiezingsdebatten natuurlijk. Hoe bereidt u zich daar nou op voor? Ik ben zelf niet zo van rollen spellen of echt dingen oefenen. Dat doe ik dan niet. Maar ik denk natuurlijk wel goed na van, oké, wat is het punt wat ik wil maken? Of wat wil ik echt dat er uit het debat komt? Daar zet je dan op in. En wie is de belangrijkste tegenstander in die debatten die nog komen? Wat wordt het moeilijkste? Nou, kijk, je ziet wel dat de VVD op dit moment vooral campagne voert zonder de VVD. Vooral met Mark Rutte. Maar ja, je krijgt toch echt de VVD erbij, hoor, als je op hem stemt. Dus dat wordt toch wel een belangrijk onderdeel ook nog van de campagne. Om dat duidelijk te maken, ja. Ja. Wat een timing. Ja, dus zelfs als je een interview hebt met Lilian Marijnissen... krijg je ook Mark Rutte erbij. Het is ongelooflijk gewoon. Normaal trok dan de SP dan de mensen over de streep met die schuursponsjes. Ja. In een tomaatvorm. Ja, dat is ook een gemis. Ja, die heb je dus nu niet gratis kunnen krijgen. Nee, maar... Kans op de Kamer. Yes. Ja, lekker. Veel mooier. Eerst maar eens even. Joost en ik kwamen Richard de Mos tegen. Kans op de Kamer met deze week. Aad de Mos. Richard de Mos. De broer van. Ries. Van Code Oranje. Van Code Oranje, ja. Met wat gaat Code Oranje de Kamer in straks? Met ombudspolitiek. Dus met een heel netwerk van lokale partijen uit het hele land gaan wij een lokale vuist vormen in die Tweede Kamer. Want het is landelijk beleid wat lokaal gevoerd wordt. Het sluiten van politiebureaus, bejaardenhuizen, verzorgingshuizen gaan dicht. Het is allemaal landelijk beleid en dat willen wij precies omdraaien. Wij willen dat lokale beleid weer belangrijk maken in de Tweede Kamer. En daarom is Code Oranje Kaart nodig. Het is een lokale, landelijke partij. Ja, perfect dat al die lokale partijen zich kunnen melden bij Code Oranje. En dat Code Oranje in die Kamer een sterke vuist gaat maken. Code Oranje, relax en ontspan je. Even wat ANP-foto's tussendoor. We zijn al heel blij als de kiezer ons met een aantal zetels in die kamer helpt. Dat we van een splinter een hele dikke balk kunnen worden. Oh. Ja. Van een splinter een hele dikke balk worden. Ja. Kansen voor Code Oranje? Want ze zitten net niet in de peilingen. Dat begreep ik van Gijs. Net wel, net niet. Net bij sommige peilers wel. Dus ze zitten er echt tegenaan. Het wordt echt spannend voor ze. Oké, jij hebt deze week Sylvana Simons gesproken. Zeker. Ik ben Sylvana Simons. Ik ben partijleider en lijsttrekker voor Bijeen. 3 is een geweldig resultaat. Ik denk dat Bijeen de meest linkse, de meest inclusieve en de meest groene partij van Nederland is op dit moment. De meest linkse? Absoluut. Waarom? Nou ja, als je kijkt naar de gevestigde linkse partijen, dan moet je helaas constateren dat ook zij zich hebben laten meevoeren door het heersende rechtse discours. Voor ons is antiracisme topprioriteit. We hebben allemaal, kennen we het toeslagenschandaal. We horen verhalen over het UWV, andere toeslagen. We zien dat er nog steeds bij de politie racisme voorkomt. Maar we horen het ook over de arbeidsmarkt, de woningmarkt. Dus als mensen mij vragen, waar is dat racisme dan zo aanwezig? Dan stel ik eigenlijk altijd de wedervraag. Waar ziet u het niet? 4 jaar geleden niet in de Kamer gekomen. Nee, toen had ze de helft van de kiesdeler gehaald. Dus het helft van het aantal stemmen wat je nodig hebt om in de Kamer te komen. En dat is... Ze moet nu wel echt even knallen, wil ze dat nu wel halen. En haar stemmen zitten natuurlijk vooral in Amsterdam, weet je, in de grote steden ook. Dus de kunst is wel om daarbuiten ook stemmen te krijgen. Voor de mensen die niet weten hoe groot de kiesdeler is, hoe groot is hij ook? Geen idee, weet jij het? Weet je het niet? Nee, dat hangt van de opkomst af. Tussen de 60.000 en de 70.000. 60.000, 70.000 ook. Stemmen heb je nodig voor 1 stem. En als er minder mensen opkomen, heb je dus minder stemmen nodig om een zetel te halen. Op links valt dus een hoop te kiezen. Ja. Oh. Tijd voor de formatieshow. Op de site van 1Vandaag kan je de coalitiemeter vinden. Nou, die ziet er dus zo uit. En dit is een heel leuk spel. Ja, dit vind ik vind het dus echt geinig. Is er een combinatie met 3 partijen mogelijk? Kijk eens, dan heb je dus...
Ja, ja dat zou dus je met de huidige zetelpeiling halen. Dit is de enige mogelijkheid met drie partijen. PVV wordt door beide partijen uitgesloten. Dus een driepartijenkabinet is niet mogelijk. Nee. Dus vier Gans partijen, onmogelijk. Daar hebben we wel heel veel mogelijkheden. Dan kan je eindeloos klikken met vier partijen. Ja, precies. Want dan met vier partijen hebben we dus gewoon het huidige kabinet zou, laatste peiling, dus door kunnen gaan. Als dit het niet wordt, wie dan wel? Ja. Joost wil het zeggen. Kijk, nu zijn we met vier partijen aan het rekenen. Ja. Maar je wil als kabinet toch vaak ook een meerderheid in de Eerste Kamer hebben. Want je kan wel hier de meerderheid hebben, maar dan gaat het naar de Eerste Kamer. En als je daar dan in de problemen komt, moet je weer onderhandelen. Moet je weer onderhandelen en dan verwateren jouw plannen. En dat is nou het leuke van regeren, dat jouw plannen worden uitgevoerd. Dus als we een meerderheid in de Eerste Kamer willen hebben, dan moet je naar een vijfpartijenkabinet sowieso. Anders red je dat niet. En dan is dit, omdat deze twee elkaar vasthouden en deze twee elkaar vasthouden, is dat best een logische optie. Maar je wilt toch niet als partij overbodig zijn? Nou, dat lijkt me zo lastig. Ja, maar je bent nodig op basis van je Eerste Kamer. Ja, maar dat was vorige keer ook geen probleem. Ja, maar je houdt toch weinig kleur over nu? Een linkse coalitie, gaan we eens kijken. Ja, dus dan komen we aan bij D66. Dus helemaal, SP, we gaan over links. GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren. ChristenUnie doen we erbij. En DENK. Oh, er wordt ruzie. En VOLT. En VOLT. En zie je, moet je kijken, dan heb je echt een poppetje aan gekkigheid en ben je er nog steeds niet. Nee. Nee, dit wordt niet. Dit is niet te doen, joh. Dus, okay, en CDA dan? Was dat nou, dan doen we het CDA erbij. Red je het niet. Ja. Kijk, dus dit wordt het. En dan kijk, is het, deze en twee willen elkaar ook. Hè? Want de VVD wil natuurlijk wil het nog een beetje kans hebben dat er een rechtse stempel op zit. Zullen ze het CDA nodig hebben? Dus dit is een setje. Waarschijnlijk wordt D66 dan de derde partij. Dus D66 zal ongetwijfeld proberen om de ChristenUnie eruit te fietsen. Ja. 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 En dus die gaat dan waarschijnlijk inzetten op, ik denk GroenLinks. GroenLinks. Maar ja, de GroenLinks en PvdA zitten vast. Ja, maar daarom zeg ik vijf partijen. Ja. Of dus dit dan. Ik zou nu, hè, als we nu zullen zeggen, een beetje zo op dit moment, want het kan natuurlijk, je weet hoe formaties lopen. Lang. Traag. Ik zet in, omdat deze twee elkaar vasthouden, dat dus deze twee uiteindelijk dit gaan aanvullen. Heb je ook een meerderheid in de Eerste Kamer. En dan weet je gewoon. Dus PvdA en GroenLinks erbij. Wij rusten niet voordat er een avondklok geldt voor zorgpersoneel. En er een standbeeld komt voor de vergeten plunderaar. Want alleen samen krijgen we u eronder. Wij zijn de partij tegen de burger. En wij zeggen, spuug elkaar eens wat vaker in de smoel. Lekker dan. Ja, toch? Zou ik echt met u de rond? Ik denk dat zij mee zouden doen. Dat ze nog steeds dat zijn. Ja, dat zou ik wil mensen denken, ah joh. Ja, precies, serieus grappige filmpjes. Volg 1 Vandaag op YouTube. Zo, dat doe je wel echt. Wauw. Precies. Hieronder. Klik. Voor hele leuke content. Goed weekend. Lekker stemmen volgende week. Tot volgende week. Bam. Lekker hoor, jongens. Hier, check.